Welkom bij de tweede aflevering van In de Vuurlinie, een programma van Cultuur onder Vuur TV. Met commentaar op de actualiteit, het laatste nieuws over onze acties voor de verdediging van de Nederlandse en christelijke cultuur en beschaving. Tegen socialisme, tegen islamisering, tegen klimaatdwang. Vandaag gaan we het hebben over de huizencrisis, over inflatie en over het belang van privé-eigendom. Maar allereerst, wat is de aanleiding voor deze uitzending? Nou, er is een hele grote dreiging en ik wil drie punten noemen. De Europese Commissie eist de afschaffing van de hypotheekrente. Al jarenlang wordt de Nederlandse regering onder druk gezet om de hypotheekrente af te schaffen. Er is bijna geen land waar zoveel eigen huisbezit is en nu dreigt dat onder vuur te komen. Het Internationale Monetaire Fonds wil eigen huisbezit en de overwaarde van een huis in box 3 belasten. En het ergste van alles, de Nederlandse bank steunt deze plannen. En ook onze premier Rutte dreigt hiervoor te zwichten. Deze week hebben mensen alarmerende berichten kunnen lezen in de Telegraaf. Daar stond deze week, 65-plussers raken gemiddeld 8% van hun inkomen kwijt. 8% van het gemiddelde inkomen van 65-plussers die toch al zwaar geraakt waren. De pensioenen zijn al jarenlang niet geïndexeerd. Dit alles door het monetaire beleid van de Europese Unie. Massaal bijprinten van geld, lage rente, daardoor slechte resultaten bij de pensioenfondsen en interen van het privé-eigendom van de 65-plussers wiens pensioen hoe langer hoe minder waard wordt. En daar komt dus nu nog eens bovenop dat er 8% extra belasting komt op inkomen. Dat kan niet gebeuren. Cultuur onder Vuur heeft daarom direct een petitie gelanceerd. Handen af van eigen huis. Het is heel belangrijk, hier beneden vindt u een link in de beschrijving. Tekent u die petitie als u dat nog niet gedaan heeft. Velen van u hebben het misschien al in de bus gehad, deze petitie. Of u heeft het in de e-mail gekregen. Maar het is heel belangrijk dat deze petitie massaal getekend wordt. Helpt u ons daarom deze petitie ook te verspreiden naar vrienden, bekenden. Zodat wij echt massaal druk kunnen zetten op de regering dat deze plannen niet doorgaan. Dat is ook heel belangrijk en dat is ook een aanleiding dat we deze video nu maken om aan te geven wat is het principiële aspect van privé-eigendom. Waarom is privé-eigendom iets wat zo belangrijk is om te verdedigen en waarom is privé-eigendom iets heiligs? We gaan het straks in deze uitzending verder uitleggen. Ja, dit is het bericht dat mensen deze week hebben kunnen lezen in de Telegraaf. 5 miljard extra belastingen voor de huizenbezitters. Verschrikkelijk. Nu al is het zo dat de sociale woningbouw huurders maar liefst met 14 miljard worden gesubsidieerd en de huizenbezitters worden bestraft. En dat wordt nu nog veel erger als de hypotheekrente afgeschaft wordt, als de overwaarde in box 3 belast wordt als eigen bezit. Mensen die hun hele leven lang gespaard hebben, die hun eigen huis langzamerhand afgelost hebben, die eigen bezit hebben opgebouwd en daar keihard voor gewerkt hebben, die worden nu bestraft omdat ze dan belasting moeten gaan betalen op vermogen wat in hun huis zit. Stenen die je niet kan opeten, waar je niet van kan leven. De pensioenen zijn al gigantisch, staan al onder druk, niet geïndexeerd, inflatie loopt op. Dit gaat een catastrofe betekenen voor heel veel mensen. Nou, we willen iets meer achtergronden geven van waar komt dit probleem vandaan, deze crisis op de huizenmarkt. En er zijn een aantal redenen voor. Het eerste is, en iedereen die op zoek is naar een huis weet dat ook, de huizenprijzen zijn de afgelopen 2 jaar massief gestegen. Maar liefst 28% in 2 jaar tijd. Dat is een dramatische stijging. En dat lijkt leuk als je je huis verkoopt op het moment dat je een nieuw huis gaat zoeken of op het moment dat je een starter bent op de woningmarkt, is dit een dramatische situatie, deze prijzen. Nou, het tweede is, er is heel veel vraag en er is weinig aanbod. Er wordt weinig gebouwd, onder andere vanwege de klimaatmaatregelen. Heel veel starters die vissen dus achter het net om deze reden. En ouderen die kunnen niet doorstromen naar een nieuwe woning. Nou, waar komt dit probleem vandaan? Allereerst dus lage hypotheekrente. En daardoor gaan mensen meer lenen, de prijzen stijgen als gevolg daarvan. Die lage hypotheekrente, ik zei het net al, die komt voort uit het monetaire beleid, massaal bijprinten van geld. Artificieel geld, geen
koppeling meer aan de goudstandaard. En daardoor krijg je inflatie, stijging van de prijzen van huizen, waardoor het onbetaalbaar wordt voor heel veel mensen. De tweede reden, klimaatmaatregelen. De stikstofcrisis, u heeft er allemaal van gehoord, heeft ertoe geleid dat de bouw maandenlang stilgelegen heeft en ook nu nog vele restricties kent, waardoor het aantal huizen wat nodig is niet gebouwd kan worden. Dan is het nog zo dat de coronacrisis ook tot massale problemen heeft geleid in de hele supply chain. De hele toelevering van goederen, bouwmaterialen, die ligt of stil of is vertraagd als gevolg van de extreme coronamaatregelen. Het maakt het probleem alleen maar erger. En dan nog iets anders. Niet te onderschatten hoe belangrijk dit is en hoe groot het probleem is. Immigratie. 70.000 immigranten per jaar. 70.000. Dat is een middelgrote stad elk jaar erbij. Die hebben huizen nodig en het erge is, die gaan altijd voor op Nederlanders die soms al jarenlang op een wachtlijst staan. Elk jaar weer 70.000. En dan nog de lage rente op het spaargeld. Het hele, in ieder die spaart, wordt bestraft. Het is nu zelfs letterlijk zo dat degene die een goed gevulde bankrekening heeft, dat hij negatieve rente op zijn spaargeld moet betalen. Dat is iets ongehoords, dat is nooit voorgekomen, dat je negatieve rente betaalt op je spaargeld. Dat is een situatie die nu wel aan de orde is. Ook dit is een voorbeeld van afbraak van privé-eigendom. Nou, er zijn ook een aantal oorzaken die ik met u wil bespreken die eigenlijk wat minder bekend zijn. En waar je ook in de pers waarschijnlijk niet zoveel over zult lezen. En ik denk dat het toch interessant is om te weten, want naar mijn mening is het niet te onderschatten wat het belang is van deze factoren die ik u nu ga noemen. En het eerste is de stijging van het aantal huishoudens. Sinds 1960 zijn we van 3,2 miljoen in 1960 naar nu 8 miljoen huishoudens gegaan. Van 3,2 naar 8 miljoen huishoudens. Terwijl de bevolking in diezelfde tijd slechts gestegen is van 11,4 naar 17,4 miljoen. Even voor om het zichtbaarder te maken voor u. Het aantal huishoudens is dus met 250% gestegen. Terwijl de bevolking met 150% gestegen is. Dat is nogal een verschil. En waar komt dat nu vandaan, dat er zoveel meer huishoudens zijn? Dat komt door de toegenomen individualisering. Ouders gaan niet meer bij hun kinderen inwonen. Als ze ouder zijn en wat hulp nodig hebben. Echtscheiding is dramatisch toegenomen. En elk gescheiden gezin heeft daarna twee huizen nodig. Eén voor de vader en één voor de moeder, met alle niet-kinderen. En daarnaast is het nog zo dat heel veel mensen niet eens meer beginnen aan een huwelijk. En dus alleenstaand blijven. Het aantal alleenstaande mensen is dramatisch toegenomen. En dit alles heeft grote gevolgen voor de individualisering in onze maatschappij. Nou, wat zeggen de linkse politici, wat geven zij als oplossing voor deze problemen? Ze willen allereerst vermogensbelasting op de eigen woning. Het laten stijgen van de belastingdruk. En ze willen nog verder gelijk trekken van de zogenaamde ongelijkheid tussen koper en huurder. Ik zei u al aan het begin, de cijfers die ook de Telegraaf heeft geciteerd. De huurders worden nu al gesubsidieerd met 14 miljard euro per jaar. Een gigantisch bedrag. En de kopers, oké, ze hebben het voordeel van de hypotheekrenteaftrek. Een veel kleiner voordeel. En daarnaast is het zo dat dat nu dreigt afgeschaft te worden. Waarom willen linkse mensen dit? De woning is een vermogen wat je niet zomaar kunt verkopen. De woning is een eerste levensbehoefte. En het is een dramatische ontwikkeling dat links dit nu wil afschaffen. Wat is de oplossing van links voor onze huizencrisis? Vermogensbelasting op de eigen woning. De eigen woning is steeds duurder geworden en de overwaarde, of de waarde van mensen die netjes hun hypotheek aflossen, die langzamerhand een eigen huis afbetalen, zodat ze een appeltje voor de dorst hebben voor later, die mensen worden nu bestraft door vermogensbelasting, door het heffen in box 3. Het andere plan van links is het steeds verder gelijk trekken van koper en huurder. Zogenaamd om de armen of de arbeiders te helpen. Dat is in ieder geval wat men voorwendt. En we zullen daar straks nog wat verder op ingaan en wat meer voorbeelden van geven. Dat plan is een heel slecht idee. De woning is geen eigen vermogen dat je zomaar kan verkopen.
Het is niet zo dat je brood kan kopen van de overwaarde in je huis. Het is zelfs heel onzeker met de instabiliteit in de markt of die woningprijzen zo extreem hoog blijven als ze nu zijn. Dus nu wordt er vermogen belasting geheven op het vermogen wat virtueel in je huis zit. Straks is nog maar de vraag of je als verkoper dat geld ooit weer terug gaat krijgen. En daarnaast, een woning is eerste levensbehoefte. En de belasting daarop zou zeer gematigd moeten zijn, zoals het op voedsel ook lange tijd het geval is geweest. Maar ook daar zie je de belasting op voedsel, op de eerste levensbehoefte, die stijgt. Nou, dat vinden wij een heel slecht idee. Links wil eigenlijk een ministerie van gelijkheid. Als de huurder het slecht heeft door de oplopende huren, dan moet de koper het ook maar slecht krijgen. Het lijkt een beetje op de Venezolaanse oplossing. Iedereen even miserabel. Es tremendo, porque dejamos a la familia de nosotros por allá y nosotros queremos echar, o sea, sacar a la familia una adelante. Pero allá en Venezuela no hay vida. Nou, wat zijn de gevolgen van die overspannen huizenmarkt? Steeds minder mensen kunnen huiseigenaar worden. En vooral starters hebben het heel erg moeilijk. En dat is een heel slecht idee, want het is juist heel goed als mensen huiseigenaar zijn. Mensen zorgen beter voor hun eigen huis. Je ziet ook dat de leefomgeving van gebieden waar veel huiseigenaren zijn veel beter is dan gebieden waar veel sociale woningbouw is. En een ander heel fundamenteel punt, waarom is eigenlijk privé-eigendom zo belangrijk? En dat is iets waar we over geschreven hebben in de publicatie Groen is het nieuwe rood. U ziet hem hier in beeld, Groen is het nieuwe rood, uitgegeven over de klimaatcrisis. En daarin wordt heel goed uitgelegd waarom is privé-eigendom zoiets belangrijks. En ik wil daar een klein citaat voorlezen aan u. De afschaffing van privé-eigendom en als gevolg daarvan de overlevering van het individu als een hulpeloze mier aan het gezag van de staat, betekent dat diens geest beroofd wordt van een aantal basisvoorwaarden voor het normale functioneren ervan. Dus het individu, dat staat hier, wordt overgeleverd als een hulpeloze mier aan het gezag van de staat, een almachtige staat. Dat is de eerste consequentie als mensen geen privébezit meer hebben. Het is het veroorzaken van de atrofie van het vermogen van de ziel door gebrek aan mogelijkheid tot uitoefening. Het gebeurt kortom om de ziel diepgaand te misvormen. En daar komt in grote mate het verdriet vandaan die volkeren kenmerkt die aan het communisme zijn onderworpen. Als ook de verveling, de neurose en de zelfmoorden die steeds vaker voorkomen in bepaalde sterk socialistisch geworden landen van het avondland. Ik denk dat u allemaal de beelden kent van de communistische steden en het leven achter het ijzeren gordijn. De ellende waarin de mensen daar verkeerden, geen bezit, alles is grauw, alles is grijs, het leven heeft geen kleur. En dat is een groot contrast met het Europa van het christendom waar privé-eigendom een beschermd goed is. Waar mensen eigen huizen opbouwen, eigen bedrijven opbouwen. Waar mensen een huis doorgeven, een familiehuis, een boerderij van generatie op generatie overgaat. Als je kijkt naar hoe die landen floreren, dat is een groot contrast met communistische landen. Een land waar door de TFP ook al jarenlang gestreden wordt tegen dat communisme en waar ook bewezen wordt dat die tegenbeweging echt mogelijk is en dat we resultaten kunnen boeken, dat we deze strijd kunnen winnen, dat is Brazilië. Ik noemde u net Venezuela en Venezuela is het een dramatisch afgelopen. Het is een land wat nu communistisch is, waar hongersnood is. Maar Brazilië is het heel anders. En onze Nederlandse pers die doet vaak voorkomen alsof een grote tegenstand is vanuit het volk tegen Bolsonaro. Nou, niets is minder waar. Er zijn geweldig grote demonstraties geweest in september van zelfs 2,5 miljoen mensen. Mensen die streden voor Brazilië als groen-geel, zeiden ze, en niet rood, niet communistisch. Brazilië moet blijven wat het is. Een vrij land, een land van het christendom, een land waar privé-eigendom beschermd wordt. Hier ziet u een van de demonstranten. Die zegt, wij willen geen centralistische regering, geen liberale regering, maar we willen een conservatieve regering. En hier ziet u Brazilië boven alles, God boven alles. En dat is de beweging die nu heel groot is in Brazilië. Ik zei u al in september 2,5 miljoen mensen. Heeft u het op het 8-uur-journaal gehoord? Ik niet. Nou, wat zijn de voordelen van het eigen woningbezit?
Eigendom schept verantwoordelijkheid. Het is een verlengstuk van jezelf. Een huis dat je al decennia lang dierbaar is, dat behandel je ook heel goed. De eigenaren dragen zorg voor hun eigen omgeving. En wijken met koopwoningen die zijn vaak veel veiliger dan wijken met sociale huurwoningen. Eigendom maakt onafhankelijk van staatscontrole en laat gezinnen op eigen benen staan. Dat zijn dus drie hele belangrijke voordelen van het eigen woningbezit. Het schept eigen verantwoordelijkheid, je draagt zorg voor je eigen omgeving en het maakt je onafhankelijk van staatscontrole. En dat is wat onze regering natuurlijk net niet wil. Het eigendom is niet alleen maar voordelig, maar het is ook een kwestie van rechtvaardigheid. Het is zelfs een deel van de 10 geboden. U kent allemaal het gebod, gij zult niet stelen. En dat gebod dat geldt voor ons als burgers, maar dat gebod geldt evenzeer voor onze regering. Gij zult niet stelen. Het eigendom dat is vrucht van de arbeid. Om een voorbeeld te geven, de vissen in de zee, die zijn van niemand. En als ik door mijn harde werk een boot maak en ga varen en vissen vang, dan zijn door die harde arbeid, die noeste arbeid van mij, zijn die vissen mijn eigendom geworden. En ik kan daarmee doen wat ik wil, ik kan ze opeten en ik kan ze op de markt verkopen en daar mijn geld verdienen. Dat is daarna mijn bezit geworden. Het is bezit wat je verdient en waar je dus ook recht op hebt en wat de overheid niet toekomt om dat af te nemen. En natuurlijk, een bepaalde mate van rechtvaardige belasting, dat is altijd dat is rechtvaardig en goed. We moeten dijken bouwen, we hebben een leger nodig om onze landsgrenzen te verdedigen. Maar de belastingen die nu gegeven worden op het privébezit zijn onrechtvaardig en zijn een vorm van diefstal. Eigendom is ook heel bevorderlijk voor traditie. Denkt u maar aan een historische familiewoning of een bijzondere klok of een kostbaar familieschilderij wat in de familie van generatie op generatie overgaat. Dus is iets van de traditie die je doorgeeft aan je volgende, aan je kinderen, je kleinkinderen, achterkleinkinderen. Het geeft dus daarmee ook een band tussen de generaties. Een samenleving waarin privé-eigendom als heilig wordt erkend, heeft ook een sterke burgerij en een sterke gemeenschapszin. En dat is nou juist waarom communisten privé-eigendom haten en dus ook het eigen woningbezit. Het communisme wil totale staatscontrole, vernietiging van hiërarchie, vernietiging van gemeenschap en vernietiging van traditie. Het communisme is daarom een pionier van onteigening. Denkt u maar aan de Sovjet-Unie, ook Venezuela. Eerst willen ze de boeren onteigenen, dan die moeten maar op een staatsboerderij gaan werken, dan de huizeneigenaren moeten het ontgelden en daarna ook alle bedrijven. Fabrieken moeten staatsfabrieken worden. Herkent u het al een beetje? Eerst onze boeren, stikstofcrisis, onteigening van boeren. Nu zijn de huiseigenaren aan bod, afschaffing van de woningaftrek, de renteaftrek, box 3 belasten van het eigen vermogen in een huis. Straks zijn de bedrijven aan de beurt en het vrije ondernemerschap is het volgende wat er aangaat. Het is te voorspellen, we kennen het uit de Sovjet-Unie, we kennen het uit Venezuela. En hier ziet u ze, Stalin, Maduro en Mugabe, drie communistische leiders. En u weet, denk ik, hoe het met die landen afgelopen is. Massale hongersnood, onderdrukking van de bevolking, een grote ellende op alle gebieden. Economische rampen, onvrijheid. En dat is een richting die wij nooit op zouden moeten gaan. En het is denk ik toch wel goed om even te kijken hoe die crisis, niet iedereen zal het meer zo op zijn netvlies hebben, hoe dat gegaan is in Zimbabwe. En hier kunt u nu een klein citaat horen van de bedreigingen die geuit worden naar boeren in Zimbabwe. Een land wat ook waar welvarend was, waar geen honger was, waar rijke boeren zorgden voor werkgelegenheid. Luister maar eens wat tegen hun gezegd wordt. Maybe somebody can say it's intimidating, but I was telling him that we are here now to occupy the farm. I was born here. I've lived here all my life. I've never had any intention of going anywhere else, and I still don't. I've sunk my life into this farm. I love it. I've got people working for me here who worked for my father. We've got a number of chaps here who've been here, well over 50 years now. Dat is toch schokkend als u dat hoort. En moeten we niet vergeten, Zimbabwe stond bekend als de graanschuur van Afrika. En nu dreigt hoe langer hoe meer hongersnood. En de boeren die daar iets opgebouwd hebben, worden van hun land verdreven. In Zuid-Afrika zie je precies dezelfde trend.
En zogenaamd is het om de armen te beschermen, maar het zijn juist de armen die de dupe zijn en die uiteindelijk van honger omkomen in die landen. Nu denkt u misschien, ja, dat is Zimbabwe en dat is ver weg. Zo erg is het hier in Nederland toch niet. Maar dat idee van het overvallen, het confisceren van huizen, dat is toch zo vreemd niet. U weet nog, u kent de Black Lives Matter beweging, u kent Jerry Afrije, Akwasi. En zo is ook de beweging geweest in Amsterdam. We are here. En hier ziet u een van de burgers van Amsterdam die zijn eigen huis letterlijk verdedigen moet tegen dit soort activisten die zijn huis willen overnemen en binnenvallen. We live here, kom op! No! We live here! This is breaking! No! Hey, I'm not doing anything, but this is breaking! I'm not doing anything! He's pushing it outside. We live here. People live here. People have companies here. How much you pay here? How can you live here? What is your job? I'm not doing anything. This is breaking. What is your job? How much you pay here? I'm not paying. How can you pay here? Wij wonen hier. Ze hebben vanmorgen ingebroken. Wij hebben aangegeven, wij wonen hier met meerdere mensen. Er zijn hier bedrijven. Zij zeggen, het is groot genoeg. We delen het wel. Een aantal panden zijn gebouwd over de ruggen van slaven. Uh-huh. En omdat ook nog geen reparaties zijn geweest. Dus dat oude slaven-eigenaren geld hebben gekregen vanaf 1863. Ja. En de slaven helemaal niets. Dan denk ik van jou. Jij, of ik. Ja. Zou op een gegeven moment wel een huis moeten claimen hier. Ik ga daar wel voor. Ik moet straks op de Herengracht gaan wonen. Ik begreep het, ja. Ja, ik moet daar straks in gaan wonen. Dus wat is de conclusie? Vermogensbelasting op de eigen woning is een onderdeel van communisme. En het leidt ons naar het eindstation van een communistische dictatuur. Die kant moet Nederland niet opgaan. Wat doet Cultuur onder Vuur hiertegen? We hebben een petitie gestart, handen af van eigen huis. En wij roepen premier Rutte op, bescherm de huiseigenaren en geef geen gehoor aan de oproepen van de Europese Commissie, het Internationaal Monetair Fonds en de Nederlandse Bank. Premier Rutte, wij vragen u, handen af van eigen huis, verdedig het privé-eigendom. En we willen u toch ook wel herinneren aan uw eigen woorden. Want wat heeft u tegen ons gezegd een aantal jaren geleden? We heffen in Nederland hoge belastingen, wat mij betreft te hoge belastingen. De hypotheekrenteaftrek geeft daar een neerwaartse druk op. Zorgt ervoor dat die lastendruk uiteindelijk per saldo lager is. En tegelijkertijd stimuleert de hypotheekrenteaftrek eigen woningbezit, bezitsvorming. En het is tegelijkertijd ook weer een belangrijk appeltje voor de dorst als je wat ouder wordt. Het is toch interessant te horen wat premier Rutte hier zegt. Bezitsvorming. Dat is iets wat hij hier nog verdedigde. Ik heb hem hier de laatste jaren niet meer over gehoord. Hier heeft hij het over bezitsvorming. Appeltje voor de dorst. Spaarzaamheid. Hele belangrijke waarden waar Nederland op gebouwd is. Nederland is groot geworden door onze spaarzaamheid. Dat dreigt nu afgebroken te worden. En daarom willen we premier Rutte herinneren aan zijn eigen woorden. En deze petitie hebben wij daarom ook direct gestuurd aan meer dan 15.000 postadressen en 90.000 e-mailadressen. Dat is niet gering. We hebben een massale verspreiding van deze petitie op het oog. En een ander punt is, we willen deze ook via kranten, media en op straat onder de aandacht brengen. En daarom hebben we aan de Telegraaf gevraagd om een advertentie te plaatsen op de voorpagina van de zaterdagkrant 18 december. We denken dat dat een hele belangrijke stap is. Telegraaf, de grootste krant van Nederland, daarmee bereiken wij letterlijk honderdduizenden mensen. En daarom is het heel belangrijk dat u ons steunt ook door middel van een donatie. U kunt zich voorstellen, advertentie op de voorpagina van de Telegraaf, het is allemaal niet goedkoop. Maar wij denken dat we daarmee een groot verschil kunnen maken, want we bereiken honderdduizenden mensen. We moeten deze regering onder druk zetten dat deze plannen van tafel gaan. Nederland moet een vrij land blijven en geen communistisch land. Dus wat moet premier Rutte doen? Hij moet weer nieuwe huizen gaan bouwen. Weg met die klimaatdwang en de bouwsector volledig de ruimte geven. 2. Grenzen sluiten voor immigranten. Geen nieuwe immigranten. Nu 70.000 per jaar. Dat is niet meer houdbaar. Op deze manier kunnen we de huizencrisis nooit oplossen. En het huwelijk en de gezinsvorming moeten bevorderd worden. Dus weg met die cultuur van echtscheiding en afbraak van het gezin en terug naar oude traditionele waarden van het gezin, van een hechte eenheid van man en vrouw. En het vierde punt, we moeten breken met het desastreuze rentebeleid van de Europese Centrale Bank. Negatieve rente op spaargeld.
ongehoord. Sparen wordt bestraft in plaats van dat het beloond wordt. En lenen, jezelf in de schulden steken, wat de overheden massaal doen, dat wordt beloond. Dat is precies omgekeerd van wat het zou moeten zijn. We moeten sparen belonen en lenen zoveel mogelijk afremmen en vermijden. Ten slotte, links die zet ons weg als een hebzuchtig groepje witte kapitalisten als wij opkomen voor ons privé-eigendom. Maar links promoot de hebzucht van de staat. Wij verdedigen wat ons toekomt, wat ons heilig recht is, privé-eigendom. Hartelijk dank voor het kijken. Ik hoop dat ik u volgende week weer zie, elke vrijdag in de vuurlinie. Abonneert u zich hier nu middels de knop abonneren en u krijgt dan de meldingen van een nieuwe uitzending. Blijft u ons steunen en ik hoop u gauw weer te zien. Tot ziens.